Nou Marco, ik weet niet waar je blij mee bent, de 3 punten of je rentree? Nee, allebei natuurlijk. Heel blij om weer te gaan spelen. Maar uiteindelijk doe je het voor de punten ook. En die blijven mooi in Arnhem, dus daar zijn we blij mee. Je hebt ook weer 90 minuten in de benen. Wat voor een wedstrijd heb jij gezien? Ja, ik denk de eerste helft een beetje een tactisch schaakspel. Ik denk niet dat er heel veel gebeurde aan beide kanten. Het positiespel was wel bij Vlaag goed. Maar niet dat we hele grote kansen creëren, denk ik. In de tweede helft krijg je die rode kaart. Wat natuurlijk moeilijk is voor ons om met 10 man te gaan spelen. En dan krijg je wat meer druk, maar ook wat meer ruimte, denk ik, achter de verdediging. En daar maakten we goed gebruik van in de counter met Manhoef bijvoorbeeld. En uiteindelijk de goal van Maxi, dus daar zijn we heel blij mee. Hij zegt hetzelfde, rode kaart, dat was ook wel een beetje het kantelpunt, maar het leek wel alsof daarna we beter gingen voetballen. Ja, ik denk vooral tegenhouden, maar ik denk in de counter of in de omschakeling dat we wel kansen creëerden. Ja, dan zie je met een paar jongens voorin, met de kwaliteiten die ze hebben, dat we gewoon heel gevaarlijk kunnen zijn. En ik denk achterin ook, en ook met Kiel, een paar mooie reddingen had, veel ballen weghaalde. Ja, dat je dan dat je elke tegenstander moeilijk kan maken. Geef veel vertrouwen, of niet? Ja, zeker. Maar dat heb ik ook altijd. Je komt natuurlijk in een nieuwe groep. Je kent niet alle jongens, maar je voelt wel dat de laatste weken, denk ik, dat de organisatie beter staat. Dat je veel minder weggeeft dan voor de winterstop, denk ik. Ja, en dat je altijd een goal kan maken. Ja, dan ga je vanzelf punten pakken.